Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. SLM heeft nieuwe interim CEO en regering en leiding NVB laten gedachten gaan over vervoersbedrijf. De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM heeft in februari helderheid verschaft aan een delegatie van de regering onder leiding van president Chandrika Prasad Santokhi ten aanzien van de stand van zaken van de bedrijfsvoering. Het ging in deze om de financiële situatie, uitdagingen, bezuinigingen, vooruitzichten, impact van COVID-19 op de bedrijfsvoering en voorstellen om de luchtvaartmaatschappij weer bloeiend te maken. De actiepunten hebben voornamelijk te maken met bezuinigingsmaatregelen om het bedrijf mogelijkerwijs uit de crisissituatie te halen. In het perscentrum van het kabinet van de president is op dinsdag 9 maart 2021 officieel een nieuwe interim CEO, Paul De Haan, gepresenteerd aan de Surinaamse samenleving. Het is een heel moeilijke periode voor de luchtvaartindustrie, voor de luchtvaartsector. Het is niet makkelijk. Maar tegelijkertijd roep ik ook, zeker naar de medewerkers toe, we gaan met z'n allen offers moeten brengen om dit bedrijf weer gezond te maken. Het is een weg die we samen gaan moeten bewandelen in deze moeilijke periode voor de luchtvaartindustrie. Maar we zullen niet blijven roepen dat het moeilijk is, want ook de pandemie zal een einde, hetzij op kort, middellang of lang termijn, zal er een einde aan komen. Dan moeten we ook ready zijn om deze industrie verder te ontwikkelen, waar SLM onderdeel van is. We hebben niet alleen SLM verder te ontwikkelen. Het is de luchtvaartindustrie die we in Suriname verder moeten gaan ontwikkelen. We hebben het telkens gezegd, ik meen niet dat ik alleen als minister dat heb geroepen, maar ook voorgaande of ministers voor mij hebben dat geroepen, dat onze geografische ligging, de strategische ligging, dat wij die moeten gaan uitbuiten. We zijn al gestart met Open Sky Guyana. We zijn nu bezig met andere routes om die samenwerking met die landen aan te gaan, zodat we nieuwe markten kunnen aanboren. En dan mag of is SLM zeker daar onderdeel van. Maar we moeten niet alleen stilstaan bij het moment van slecht, dat het slecht gaat. We moeten ook stilstaan bij het moment van wat staat ons te wachten en waar liggen onze kansen. Die discussies hebben we intern meerdere malen gevoerd. De president-commissaris zal wellicht daarop dieper ingaan. Maar het zijn discussies die ook hebben geleid tot nieuwe inzichten. En het versterken van het geloof dat we met onze national carrier verder kunnen. Maar let wel, het is niet dat de aandeelhouder zegt dat we verder gaan, maar we wachten nu ook op het plan, het herstelplan. En daarom zit het andere team niet hier, maar ze zijn bezig met het herstelplan opstellen. En binnen een week moeten de contouren af zijn. Ik heb nog deze week met zeker aan het hoofd nu de interim CEO, de heer Paul De Haan. Hij zal dat verder trekken. En het herstelplan binnen een week, de grote contouren af hebben. En samen zal moeten delen binnen de regering. En vanaf dat moment zal dus ook de president-commissaris, wellicht met het directieteam, u dan informeren over het plan. Welke richting SLM opgaat. De aandeelhouder heeft al een statement gemaakt dat dit bedrijf weer gezond gemaakt moet worden. De expertise zit in het bedrijf.
de ervaring zit in het bedrijf. Maar laten we niet vergeten dat met deze doorstart er een verandering zal komen. En die verandering, elke verandering, het zij in termen van reorganisatie, saneren of uitbreiden, ze moeten het veel positiever bekijken wanneer we praten over nieuwe routes aanboren of gaan ontwikkelen, dat wij richting ontwikkeling gaan van deze sector en SLM, dat daar alle nu zijn inrichting moeten wezen. Ik meen dat er zeker ook de vraag rijst van ja, waarom de keuze voor deze meneer, want dat heb ik al meerdere malen gehad, maar ik heb dus ook daarop aangegeven dat met ondersteuning van de diaspora dat de keuze is gevallen op de heer Paul de Haan. Zijn ervaring, ja, zijn cv, daar kan ook de pers, de president, commissaris zo meteen op ingaan, maar wat ik daar op kan zeggen of met jullie kan delen is dus dat hij van 2016 tot voor kort 2021 dus, dat hij business development manager op het niveau van vice president bij Kenya Airways, dat zijn rol was. Bij het aantreden van de nieuwe RVC, dat was dacht ik op 10 augustus 2020, hebben we op het kabinet van de vicepresident een introductie gehad van het bedrijf. Wij waren geen van allen, laat me dat duidelijk zeggen, op de hoogte van de situatie van het bedrijf. Okay. En we waren die avond zijn we geïnformeerd over de schuldpositie. Dat was een bedrag van $88 miljoen. Daarnaast kwam ook duidelijk naar voren dat het verlies van het boekjaar voor ons, SLM heeft een gebroken boekjaar, dat loopt van 1 april tot 31 maart, maar het boekjaar 1 april 2019 tot 31 maart 2020 was er een verlies binnen het vliegbedrijf. Dat verlies was $25 miljoen, onderverdeeld naar de Mid-Atlantic, dat was $21 miljoen en op de regio $4 miljoen. Dat was het verlies en dat was het boekjaar dat eindigt op 31 maart 2020. Waarom ik daar even het accent op leg? COVID is 15 of 14 maart 2020 een tsunami begonnen. Het vliegveld is nog gesloten. Met die gegevens zijn we eigenlijk begonnen als RVC. En ja, wat ga je doen? Je probeert zoveel mogelijk informatie te vergaren. Want nou, normaal gesproken, maar dat is mijn persoonlijke mening, als ik CEO ben van zo'n bedrijf en ik heb die cijfers, dan sluit ik. Dan sluit ik het bedrijf. Met die cijfers, dan zeg ik, maar dat is als ik een private ondernemer ben, maar het is een parastatale onderneming. En overheid, er zijn ook andere aspecten, daar kom ik straks op terug. SLM heeft moet je niet alleen beoordelen op de cijfers. Het heeft ook betekenis voor de economie van Suriname. En wat bedoel ik daarmee? De toeristen die naar Suriname komen, geven ook een bedrag uit tijdens hun verblijf in Suriname. En er is uitgerekend, dat hebben we gisteren bevestigd gekregen, dat per toerist er ongeveer $950 over een periode van 4 weken wordt uitgegeven. Dus dat is het effect op de economie. Dus om SLM te beoordelen op alleen de cijfers, verlies en schuld, zou niet juist zijn. Want de spin-off, daar heeft de economie wel voordeel aan. Maar goed. Wij zijn begonnen als RVC. Gelukkig kreeg ik een week na aantreden een verslag van de IATA. De IATA had een doorlichting gedaan van de SLM. En met dat rapport in de hand en met de cijfers zijn we onze werkzaamheden begonnen. Het was duidelijk dat we dus op zoek moesten gaan naar een nieuwe CEO. Wat doe je? Je probeert tot een profielbeschrijving te komen. En dat zijn jouw inputs. De cijfers en het rapport van de IATA. We zijn bezig geweest, de minister heeft het al gezegd, we zijn bezig geweest in Suriname. Tuurlijk wil je een kandidaat uit Suriname, we zijn allemaal Surinamers. Maar het is helaas niet geworden wat we hadden verwacht.
Inmiddels had ik contact met de diaspora in Nederland. Die zei, dat zijn een paar goede kandidaten in Nederland. Ik zeg, dat horen we graag. En op een gegeven moment kwam het profiel van meneer De Haan naar voren, ook zijn cv. En ik zeg van, kijk, het eerste wat ik wil doen is een Zoom meeting. Het is COVID, ik ga niet zomaar naar Amsterdam vliegen of naar Nederland vliegen. En in die Zoom meeting heb ik een eerste meeting met meneer De Haan gehad en een vertegenwoordiger van de diaspora, de heer Rob Boendi. Het gesprek ging goed en het was de moeite waard voor een vervolggesprek. Maar die zou dan in Nederland plaatsvinden. En u weet, met COVID ga je niet zomaar op reis. Ik heb het risico genomen om naar Nederland af te reizen. Om de heer De Haan te ontmoeten. Wat ik ook heb gedaan tijdens mijn verblijf in Nederland. Ik heb gesprek gehad met een kandidaat uit Abu Dhabi. De kandidaat werkte bij Etihad. Ik ben niet alleen van meneer De Haan afgereisd naar Nederland. Ik heb ook met de andere kandidaten gesprek gehad. Maar bij het gesprek van meneer De Haan kwam duidelijk naar voren. Dat hij toch het dichtstbij kwam bij het profiel dat wij hadden geschetst. Dat wij wouden. Profielschets eigenlijk. En zo is het begonnen. Maar ik heb meneer De Haan gezegd, meneer De Haan, voordat u een besluit neemt, moet je naar Suriname komen. Je moet even met de actoren, dat was inmiddels ook het interim team was erbij, de RVC, de directie, je moet een ontmoeting hebben met de regering, zodat je ziet wat, waar je gaat werken. Mijn grootste zorg was, en dat meen ik, ik dacht, als die man de schulden van de SLM ziet en het verlies, gaat hij direct weer terug op de volgende vlucht. Ik denk van, die man, hij zegt zeker nee, als hij de cijfers ziet. Maar meneer De Haan raakte alleen maar enthousiaster toen hij de cijfers zag. En zo is het traject gelopen. Ik heb ook gesprek met de kandidaat uit Abu Dhabi afgerond. We hebben nog heel goed contact. Hij kijkt waar hij zijn bijdrage kan leveren aan de SLM. Wat ik zelf heel positief vind. En van het een, de meeting in Suriname, gingen de onderhandelingen verder. Het interim team was belast met het verder traject van meneer De Haan. En het rapport van het interim team richting de RVC en de directie en de regering was positief. Zo zijn we bij meneer De Haan tot een overeenkomst gekomen. U stelde een vraag, een van u had het over een workcontract. Ik kan u zeggen, het contract van meneer De Haan, we kunnen niet in details gaan, want het is private. Maar ik kan u zeggen, het is het tegenovergestelde van een workcontract. We hebben heel hard onderhandeld met meneer De Haan. Meneer De Haan heeft een contract van 3 jaar, maar hij mag aan het eind van elk boekjaar worden bedankt als zijn KPI's, de Key Performance Indicators, niet voldoen aan watgene wat wij hebben op papier hebben gezet. We hebben een aantal KPI's vastgesteld en hij moet daaraan voldoen. Hij heeft dat geaccepteerd. Dus na een jaar, als meneer De Haan niet voldoet, dan zeggen we meneer De Haan, goede vrienden, maar we gaan verder. Dus ik zeg, als ik het vergelijk met een wurgcontract, en ik heb mijn wurgcontract gelezen, niet één, een paar, dan is het contract van De Haan, de heer De Haan, in voordeel van de SLM. En KPI's, waarover praten we bij KPI's? Hij moet het verlies van het bedrijf terugbrengen. We hebben percentages aangegeven. En in hoeveel jaren het na minimaal break-even moet. De schuldpositie, u stelde een vraag, wat is de schuldpositie van de SLM? Die is per 31 december 2020 102 miljoen dollar. Onze director financial affairs is ook hier. Je kunt hem ook straks op vragen stellen. Maar het was per 31-12 102 miljoen dollar. Ik denk dat het nu ietsje hoger is, want we vliegen niet. Dus de problemen zijn alleen maar groter voor de SLM geworden vanwege COVID. Maar het bedrijf was voor COVID alleen, zwaar onweer. En andere KPI's is, hij moet met nieuwe bestemmingen komen. Want sinds mijn bro in Suriname, reizen we alleen maar naar Miami, Aruba, Curaçao, Amsterdam, Belém. En daarin moet verandering komen. Dus dat is ook een van de eisen aan meneer De Haan. Het personeelsbestand, u stelde de vraag terecht. Wat we willen is dat het bedrijf efficiënt wordt. Als je in het rapport van IATA kijkt en leest, zegt IATA van het is een beetje, op bepaalde afdelingen werken te veel mensen. Okay. Dat wil niet zeggen dat we die mensen gaan zeggen, je moet weg. We gaan eerst naar de mogelijkheden kijken om ze op andere afdelingen te plaatsen. Want we zijn Senamangs, we houden er niet van ontslag. We proberen elkaar altijd te helpen.
Maar dat is het. Het bedrijf moet efficiënt worden. Want wij als RVC, ik moet ook verantwoording afleggen aan de AVA via de minister van TCT. En als het te langzaam gaat, kan hij zeggen van, heren aan de RVC, ik ga jullie ook bedanken. De RVC is geen functie bij de SLM onder de huidige regering waar je op je lauren kan zitten. Ik kan u zeggen, toen we aantraden en de cijfers zagen, hebben we besloten als RVC om 6 maanden geen honorarium te nemen. Maar u begrijpt wel, het werk is heel veel. En mijn collega Razi zei van Presco Marokko Hebi. En het werk is echt zwaar voor de raad bij de SLM, omdat we ons ook nu met de uitvoering bezighouden. U weet, normaal gesproken houdt de RVC toezicht op het bedrijf. Maar wanneer een bedrijf in grote problemen is, dient de RVC de directie met raad en daarbij te staan. Dus het werk is best wel zwaar voor de RVC. U stelde ook de vraag over een doorstart. Wat houdt het eigenlijk in, een doorstart? Een doorstart betekent eigenlijk, en het was meneer Pinas, no? Ja, meneer Pinas. Een doorstart houdt eigenlijk in, letterlijk en figuurlijk, dat het bedrijf failliet gaat en in een afgeslankte vorm verder gaat. Maar u weet, er zijn nadelen in de luchtvaart als je failliet gaat. Er zijn veel nadelen, ik kan u eentje noemen. De slots die je in het buitenland hebt, raak je kwijt. Je moet een bepaalde formule bewandelen. U weet, BWIA heeft dat gedaan, die doorstart naar Caribbean Airlines. Maar als u naar de vluchtnummers kijkt bij Caribbean Airlines, ziet u nog steeds BW. Dus we moeten dat goed onderzoeken. In feite houdt een doorstart in dat je failliet gaat en opnieuw begint. Willen we dat? Natuurlijk niet. Maar als we naar de cijfers kijken, we zijn ook geen tovenaars. It's gonna take some time to recover. Het is niet makkelijk. Zoals we hier zitten vandaag, hebben we maar 1 vliegtuig. De 777 is teruggestuurd, terecht. Een van de 2 737-700's is voor onderhoud in Miami. 5 weken weg hebben we niet binnen. 4 weken weg. Dat is maar 1 vliegtuig. Dus we zitten echt wel in een heel moeilijke situatie. Maar ik herhaal het. Ik zeg het ook in mijn vorige, heb ik het gezegd, vorige interviews. SLM is een mooi bedrijf. De minister heeft een mismanagement wanbeleid. Laten we het deze keer goed doen. Op zijn Surinaams co-sitting. Een regeringsdelegatie heeft zich samen met de leiding van het Nationaal Vervoersbedrijf, NVB, gebogen over de huidige stand van zaken bij het parastataal bedrijf. Op dinsdag 9 maart 2021 hebben zij hun gedachten laten gaan over de richting waar de regering naartoe wil met de NVB. Naast president Chandrika Persat Santokhi waren ook vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme, DCT, aanwezig. Namens de NVB waren dat directeur Varial Renfirm en de Raad van Commissarissen RVC van het bedrijf. Het is namelijk zo dat we samen met de directie, de RVC en de president, vicepresident, ook de minister, hebben vergaderd over NVB. Het ging meer om wat we hebben aangetroffen bij NVB en hoe we NVB verder zullen leiden. Dus eigenlijk meer komen met ideetjes van hoe we NVB denken te draaien in de komende 5 jaren. En dat is zo'n beetje aangegeven aan de president wat onze plannen zijn. En hij heeft ons dus huiswerk gegeven om te gaan brainstormen samen met de raad en de directie om te komen tot een plan hoe we NVB de subsidies zeker zullen afbouwen. En dus ons huiswerk zullen we doen en dan terugkomen bij de president. Punten zijn aangehaald zoals de trajecten die onderhouden worden door NVB, het sociaal aspect
van NVB en ook afbouwen van subsidie. Dus gaan van objectsubsidie naar subjectsubsidie. En ja, in een plan zal dat dan aangegeven worden hoe we dit allemaal zullen doen. En wat vond u zelf van de vergadering? Ik vond het heel effectief. Ik vond het heel belangrijk. Zulke overleggen moeten vaker geschieden. Zodat we weten in welke richting we gaan. En dat we allemaal op één lijn zijn. De regering en ook het bedrijf. Dat we samen gaan voor ontwikkeling en groei voor Suriname. Tot zover deze editie van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.